plannen van de regering om de belasting toegevoegde waarde, BTW, op 1 juli in te voeren gaat niet meer door. De BTW zal vanwege de transformatie van het huidige computersysteem in een nieuwe op een ander tijdstip uitgevoerd worden. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut namens het ministerie van Financiën. Ook de voorbereiding van de wetten vraagt om meer tijd. Het ministerie is er voorstander van dat elk proces goed wordt voorbereid voordat de BTW wordt ingevoerd. NPS-voorzitter Gregory Rusland, die lid is van de vaste commissie van Financiën in DNA, zegt dat de commissie niet op de hoogte is van dit besluit. Van de commissie Financiën, maar van de details ben ik niet op de hoogte natuurlijk. Ik denk dat die informatie natuurlijk door het ministerie van Financiën aan de commissie gegeven zou moeten worden. Maar misschien komt dat nog. We hebben vanuit de media begrepen dus wat de stand van zaken is. Men heeft een eigen persbureau en kennelijk is dat de manier hoe wij op de hoogte gesteld moeten worden van dergelijke besluiten van de regering. Het was aangekondigd bij de begrotingsbehandeling in juli en nu begrijpen we vanuit de media dat het niet doorgaat. Betekent dit ook dat de voorbereidingen van de BTW niet eens wordt doorgenomen met de commissie? Nee, ik moet zeggen dat in detail natuurlijk het is aangekondigd. Maar in detail is de commissie niet op de hoogte van alles wat natuurlijk voorbereid wordt, in welke detail. De invoering van de BTW vindt Rusland wel een goede maatregel. Hij onderstreept dat de processen die hieraan voorafgaan wel goed moeten zijn voorbereid. Persoonlijk vind ik dat, of vond ik ook al, dat, of ik vroeg me af, van is de regering wel ready om een dergelijke ingrijpende maatregel door te voeren? Misschien wel een goede maatregel als we kijken internationaal en zelfs in de regio dat alle landen bijna reeds BTW hebben. Maar wanneer je het doet, moet je toch wel een hele goede administratie op na kunnen houden. De controlepunten moeten in place zijn. Omdat je anders een situatie krijgt dat je iets invoert, dat je die gaat kunnen uitvoeren. Je gaat het invoeren, maar ik vroeg mij altijd af als leek van wie zegt mij dat de mensen die BTW in en dat ook gaan afdragen. U kent de situatie in Suriname en dergelijke. Dus als ik nou zeg van ik kan ermee eens zijn, maar ik dacht ook dat 1 juli veel te snel en veel te ambitieus was. En wat dit betreft denk ik dat de regering inspeelt op een, zeg maar de zaken zoals wij dat zagen. NPS-parlementariër Gregory Rusland over het besluit van de regering om de belasting toegevoegde waarde niet meer in te voeren op 1 juli, maar op een later tijdstip.